door Stefan de Vroom en Niels van Kampen. En de vierde is dus Martijn Bos. En dat is een heuse vastmoed. Dat is Jesse Rozenbaum en Dave. Campinggaard, dat zijn de Argentale Forks van de Kaart. En dat gaat weer aan met niemand anders doen dan de burgemeester van de geest. En volgens mij staat hij al klaar. Eerst even de bos. Hij staat nog klaar, de afslag wordt genomen, geven een hartelijk applaus aan de burgemeester van het feest, Sebastian Nieuwland. Burgemeester Nieuwland, voor het eerst bij het IZGT, het feest van het dorp. Hoe vond het dat om in zo'n kermisachtige attractie terecht te komen? Ja, dat voelt fantastisch. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik gisteren al een beetje de kriebels had. Want ja, dit is natuurlijk fantastisch dat we dit weer gewoon mogen hebben in ons dorp en gewoon mogen vieren. En ik hoop op een heleboel heel mooi voetbal. Dat zal ongetwijfeld, want de clubs die spreken voor zichzelf. Die ze hebben kunnen ritselen. SC uit Geest is de enige amateurclub in het geheel. En dan mag je nog de aftrap richten ook. Ja, dat was helemaal leuk, toch? Ja, ik deed wel een beetje makkelijk, want ik denk als ik het te fanatiek doe, ga ik straks op mijn gezicht. Dus ik denk, mijn haalde speler een beetje dichtbij. Maar het was ook even leuk om de aftrap te doen. Ik denk, nou, die doet hem achter zijn standbeen langs, maar nee hoor. Dat is niet gelukt. Nee. Hey, ben je zelf ook nog van plan om naar de feesttent te gaan? Ja, zeker. Dat ga ik zeker zondagavond doen. En verder ga ik ook een beetje kijken, want dan is het georganiseerd dat ik meeloop. Maar ga ik zelf ook nog eventjes een paar keer kijken. Ja, zeker. Daarnaast ben je hoofd van de driehoek voor de veiligheid. Het is 2 jaar niet geweest. Het is dus extra feest voor de uitgeesters. Verwachten jullie moeilijkheden? Nee, ik verwacht geen moeilijkheden. De organisatie hier heeft het picobello op orde. Dat is natuurlijk primair. En in het dorp is wat extra aandacht voor vooral op dit moment parkeeroverlast. Wat extra mensen die in het dorp zouden kunnen zijn. Maar het is allemaal gewoon goed geregeld. En het gaat natuurlijk voornamelijk om hier. En hier hebben ze het perfect georganiseerd. Oké. Ga lekker genieten van het toernooi. We zullen je regelmatig zien. En ik hoop je maandag weer te spreken over hoe het is geweest. Dat gaan we zeker doen. Ik ga nog de prijs uitreiken maandag. Nou, dan zien we elkaar zeker. Absoluut, absoluut.